அதுவும் Goedemorgen. Lieve broeders en lieve zussen, God is goed. Garoum. We dienen wan, lieve garoum. En garoum zou we dienen, lieve. En we mogen er nooit twijfelen naar Biggie garoum die zien. Amen. God is zo goed. Mi garoum Biggie. Amen. We moeten ook zo, hè? Mi garoum Biggie. My God is so awesome. Amen. Hij is zo machtig. En het mooie daarvan is, a God of Uno, Jezus Christus, is niet veranderd. Is niet veranderd. Het mooie van is, hij is doodgegaan in het kruis. Na 3 dagen is hij opgestaan. En ik blijf dezelfde God. Ik kan me zeggen, Gado. Ik kan het over Biggie. Echt waar. En no one track Gado. No death like a Gado. This is for you, not for me. Amen. En hij durft ook te zeggen. Daarom, ik tek een besluit voor die Gado. No one track Gado. No durf takasan. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zomaar durf takasan dat. Zo Gado durf takasan. Wees maar, zodat durf takasan dat. Jezus wang durf takasan. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En ik Gado tak dat niet, moet je brengen, dan moet je volgen Jezus Christus. Je volgt Jezus Christus. Ik ga praten vandaag over Jezus Christus is niet veranderd. Laten we ons overdoen. O Master Gado, ik wil het zag niet van mijn leven zien. Master, dat ik u wil mag doen deze ochtend, Heer, wij bidden, Heer. Dat u, Heer, mij mag gebruiken als uw instrument, Heer. Dat woord, Heer, dat u mij gegeven, Heer, dat het in goede adem mag vallen. Heer, ik dank u voor uw woord, Heer. En leid mij door de Heilige Geest, in Jezus naam. Amen. Ik ben de Heer zeer dankbaar, lieve mensen, dat ik vandaag weer om in uw midden mag zijn. De breedte. En ben ook dankbaar, heel dankbaar dat de Heer hier is. Zijn er mensen die geloven dat de Heer hier is? Amen. Amen. Ik geloof dat de Heer hier is. Hij is hier. Als u gelooft dat hij hier is, gaat u wonderen doen. Als u gelooft dat de Heer hier is, gaat u genezen. Als u gelooft dat de Heer hier is, moet je wat doorbraken. Maar u moet geloven dat de Heer hier is. Dat is belangrijk. U moet brengen dat Gado deed jou, omdat Gado zou je dingen, nou een beetje Gado. Hij is in staat om u te genezen. Hij is in staat om wonderen te doen in uw leven. Hij is echt in staat om dat te doen. Om te geloven. En waar God is, gebeurt altijd iets. Je kan de Bijbel lezen. Bij God op de, wat zand heeft ze altijd. Wat zand heeft ze altijd. En die weer komt, na een gedachte dat hij de meekwak heeft, wat zand op zijn limiet, gaat u ontvangen. Maar u moet van huis uit met de gedachte komen. Tim, ik word aan keer niet. Want zang op zang. Omdat mij het dini. Want ik ga door. En als God ons aan mij dini. No verander. Amen. En als God Gods woord zegt. Waar God is gebeurt er altijd iets. Je moet echt daarin gaan geloven mensen. Je moet echt daarin gaan geloven. Als u het niet meteen. En ik zeg dit ook. U gaat zijn tegenwoordigheid ervaren. Als u zegt, ik geloof dat hij hier is. U gaat zijn tegenwoordigheid ervaren, lieve mensen. En zelf tijdens lofprijs en aanbidding. Kan hij wonderen doen. Kan hij echt wonderen doen, lieve mensen. Tijdens lofprijs en aanbidding kan God wonderen doen. En als hij wonderen voor u gedaan, laat ons weten, lieve mensen.
Laat ons weten. En getuig. Kom. Tak naar haar unum. En zeg van, hé, ik ben zo zo. Zondag naar de kerk. En het maakt niet uit of het de kerk of thuis. En God of the wasangiyu, laat ons weten. We gaan nu de gelegenheid geven om te getuigen. Want dat gaat ook helpen om de gemeente op te bouwen. Weet je, we moeten God alle eer en alle prijs geven. En doen we dat om te getuigen. Om te getuigen. Om het evangelie te verkondigen. En we nog denken dat we zomaar dit jaar zo. Dat God dat doet next game. Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik wil niet geloven, zuster Maria. Je nou een brief dat was maar dit jaar. Dat God dat doet next game, persoon. Zuster Millie, heb ik gelijk of ben ik gelijk? Oké, halleluja. Praise the Masra. En getuigenissen, lieve mensen, die sterk ons geloof. Het sterk ons geloof. Je jere sa gado du na ayu. Waardoor ook anderen gaat helpen. Van, hé, no man. Je moet staan volhard in gado. Weet je? En misschien ben je met pijn gekomen. Tijdens aanbidding of lofprijs, dan in een vier appijn morgen. Laat ons weten, lieve mensen, laat ons weten. Er wordt voor u gebeden en u ervaart doorbraak. Laat ons ook weten. Weet je, we gaan u de gelegenheid geven om te getuigen. Want Gado, nog daar alleen op zuid of west. Hij is ook hier. Hij is overal. Omdat ik één. Gado, ik dres is zomaar nog maar naar gemeente A. Dat is dan de direct vader toch. Ik dres is zomaar nog maar naar gemeente B. En toen van Blauw, Gado, dat ik nog niet in dres is zomaar naar toen van Blauw. Nou, het kan niet. Het bestaat niet. God wil ook wonderen hier doen. God wil ook wonderen. Hij zal het ook doen. Hij zal het ook doen. Hij is in staat om het te doen. En me en Brini, ik zeg altijd dat een kerkje die zich moet dansen. Het gaat groeien. U gaat wonderen van God hier zien. Omdat u net die nog aan gaat doen. U gaat zien dat mensen met chronische ziekte genezen zal worden. U gaat zelfs zien dat blinden weer gaan zien. Verlamden gaan weer lopen. Ik ben er niet van het is. Ik was helemaal verlamd. Daarom heb ik Agado niet bij. Daarom heb ik een snapgado voor getuigd. Ik was helemaal verlamd. Ik kon niets doen. Ik kon niet eens lopen. Ik kon niet eens zitten. Ik kon niet eens een hemd dragen. Next. Weet je hoeveel pijn? Hoeveel pijn je krijgt om te zien dat je normaal wakker, dat je helemaal verlamd bent. Dat doet je echt pijn hoor. Ik als een hart niet man. Dat ding niet verstrikt om te zien van, hé, ik kan niet lopen. Ik kan niet eens zitten. Ik had alleen maar pijn, mijn barbie, de zuster, ik kan niet helpen om te zitten. Mijn rug brandt verschrikkelijk, 2:00 in de ochtend. Zuster zegt van, nee, je blijft zitten, want zodra je opdracht hebt van de arts, gaat je blijven liggen zo. Dat ik niet, ja, door. Dit is ja. Hé. Het was niet makkelijk. Ik wist niet meer hoe je moet lopen. Wie de beste of naar arrestvoeting wordt voor ze of naar levensvoeting. Ik wist niet meer. Mijn hele systeem was ontregeld. God is goed, mensen. Dat wil ik niet begrijpen. God is goed. Ik hoor het, dat wil ik niet. Ik moet niet eens. Ik sta vandaag hier. Ik sta vandaag hier om te zeggen. Ik ga door hier niet. Maar dan kan ik lopen. Hoe jong was ik? Hoe oud was Johnson? 2 jaar. Ik lag in het ziekenhuis, vierde etage. Ik zag mijn jongen, ik kan niet genieten met mijn jongen. Ik heb me klaar, ja. Niets meer. Maar God is goed. God is goed, mooi, echt waar. En ik ga door dat in Jesaja.
41 vers 10, dat broer Ali vrees niet. Ik ben met u. En hij is niet veranderd. Hij kan het vandaag ook aan u zeggen. Je zei 41 vers 10. Vrees niet, hij is met u. En vandaag loop ik. Vandaag breed ik. Vandaag zing ik. Vandaag kan ik alles doen. Vandaag kan ik naar Blauwgrond gaan. Is God nu goed? Laat de Heer klappen voor u. Als ik terug moet denken wat ik allemaal heb meegemaakt, dan wil ik u bemoedigen. Wat heel belangrijk is: volharding. Geloof is belangrijk. Is zeer belangrijk, lieve mensen. En er is een levende God in ons midden vandaag. En ook altijd. Hij is hier. Die wonderen wil doen in uw leven. Hij wil wonderen doen in uw leven. En wij proberen elke keer onze dienst op een ander niveau te brengen. En dat heeft Pastor Jonathan ook mij als opdracht gegeven. Hij heeft opdracht van de Heilige Geest gegeven. Want we gaan onze dienst elke keer op een ander niveau brengen. En de Heilige Geest gaat mij helpen. De Heilige Geest gaat Pastor ook helpen. Om de dienst op een ander niveau te brengen. Maar het belangrijke is, lieve mensen. Ik wil u bijna smeken om te zeggen. Pastor Jonathan gaat het niet alleen kunnen doen. Nina gaat Pastor Jonathan als zijn moeder. Gaat het niet kunnen doen. Wij hebben u nodig. Als een ieder hier komt. En met Zaki, mi en Brimi, dan ben ik naar kerk. Wat wonder op zak. Aan iedereen met ons samen. Maar als we met de gedachte rondlopen. Tak a kerk in die zin. No de krachtig. Dat je last in wonder. Je last in kracht. Want gado. No kenki. Hij wil nog steeds wonderen doen. Maar hij kijkt naar uw opstelling. En kijk van hoe staat u open voor hem. Gaat u kijken naar die open plafond? Gaat u kijken naar het muur die nog niet geverfd is? Of gaat u kijken naar Jezus? Je doet wel leuk voor je buurman of al je een mooie bril, zegt er Gladys. Je doet wel leuk voor je buurvrouw, heer, amma, sta ik op. Dan schreef je in die amma niet meer. Je doet ontvang. Dan je komt naar kerk, dan je loopt. Zuster Sandra, hé, een kapsel niet nog mooi, hè? Niet nog loe mooi. Dan gaat hij geen wonder ontvangen, lieve mensen. Heb je een goed trauma door? Heb je moest kon zingen? Je zingt. Heb je kon dansen? Je dansen. Heb je kon sakakindi? Let je zoals in sakakindi. Je moest kon wat je doet, give God. En dan gaat u wonderen zien van God. Want hij is nooit veranderd. Hij is nooit veranderd. Hij heeft laten zien wat hij heeft gedaan. Naar een rode zee. En hij wil het ook doen. Wij moeten naar een ander niveau gaan. Nu wat trigger je ook idee. We moeten naar een ander niveau gaan. Om te zien dat God het wonderen ja. Maar we hebben u nodig. Hoe zit no man doen? We hebben u nodig. Hoe kan Biggie Aladdin zijn? Natuurlijk. Dat zeg ik ook. De leiders dragen ook een verantwoordelijkheid. Als je tak even tak naar je jongen, dan moet je het wel los hebben. Dan moet je ook doen. En pas je het wel los hebben, dan moet je het wel. Het gaat niet werken. Niet een tak, juist als je voeren. Als je het niet tak, we praten met iedereen. Zoals pas, zoals onze first lady. Dan gaan allemaal weer tak, ja, dat we moeten doen, we gaan samen. We gaan het werk moeten doen. We gaan het samen moeten doen. Ik trouw aan tak A en trouw aan tak B. Want wij hebben een voorganger die leiding geeft. Wij hebben een voorganger bij een sturaboto. En we mogen kritisch zijn naar onze voorganger. We mogen kritisch zijn. Je weet je dat aan mijn vrouw. Ik noem roepen van, hé, pastor. Wie liefst was ik? Dat was aan zo. Ik heb het gelezen, maar ik zit anders. Laat door. Praat erover. Want we bombelen, we
zit samen aan geweld, gaat niet lukken. Weet je, het is belangrijk dat we naar een ander niveau gaan, dat we het samen doen. Zien. Zagado Odu, naar gebieden die zien. Hij gaat wonderen doen. Hij gaat u laten zien. Maar A'in heet moest doen. Ik smeek u, A'in heet moest doen. Want dat laat de kerk groeien, lieve mensen. En terwijl ik hier bezig ben te praten, kan God ook wonderen doen. Maar ik moest bidden. Ik denk niet dat ik mooi Abraham is en ik probeer te zorgen. Zou Abraham dus eigenlijk uit jou zo? Eigenlijk trek je een hele muur voor je doorbraak. Trek je een hele muur voor je genezing. Je moet niet naar mij, je moet tuurlijk goed luisteren. En je gaat toetsen en loeken of werkelijk met de waarheid. Is ook belangrijk. Ik sta open voor correctie. Heel nederig. Dat hé, hey, zuster Marika en broer Ali. Hele dag draag je een zwarte hemd. Je moet een andere kleur dragen. Oké, okay, dan draag je zondag een rode. Amen. Hij is hier. Hij is hier, lieve mensen. Gado Didja, stel je geen open. Hij is hier. En als u een wonder van God wil ervaren, of u een wonder van God ervaren, laat ons weten. Het gaat anderen bemoedigen. En de Bijbel zit vol met getuigenissen. Vol met getuigenissen. Waarvoor denkt u? Vol met getuigenissen. Om anderen te bemoedigen en te inspireren. Je leest de Bijbel. Je ziet dat één. Als situatie van je deed. En je leest de Bijbel. Je ziet dat één. Als situatie dat morgen eigenlijk dan niet. En toch kan de persoon volharden. Dan gaat je ook helpen om te triggeren. Van één. Normaal. Dat we volharden in Jezus. Maar als je niet leest. Als je niet weet. Dan ga je denken dat jouw probleem. De enige probleem die zwaar is. Toen trouw probleem morgen in die dat trouwen. Amen. En men zegt dit ook vaak. Ere, wie ere? Toekomt. Tegado moest naar eer, die moest dingen aan eer. Weet je, ere, wie ere toekomt. En tegado duwazani, geen alle eer. Geen alle prijs. Kom hier en getuig voor de Heer. Vertel het aan een ieder. Dat gado dressing. En gado ben dressing bij pastor Lam. En gado dressing bij. En daarom in Takjaso. Ik ben altijd blij als ik hier ben. Amen. 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 Bij elke dienst moet u wonderen van God verwachten. Bij elke dienst je moet komen. Dat gado doet een wonder. Gado doet een wonder. I wonder nog over pastor Jonathan. I wonder nog over sister Confella. I wonder nog over niet. Hij kan ons gebruiken. Maar I wonder nog over gado. I wonder nog over gado. Ik zeg dit ook vaak, lieve mensen. We leven in een lastige wereld. Een lastige wereld. Echt, we leven in een lastige wereld. Maar dat wil niet zeggen dat deze wereld een last voor ons moet zijn. Maar juist tegengestelde, wij moeten een last zijn van deze wereld. Dat tegen een misleiding van komt, tegen een verleiding van komt, dan moet deze wereld zien dat nee, Abraham is dan wel last, minomaan verleiding, Abraham dat is niet. We moeten ons niet openstellen voor deze wereld van hey, alles wat we zien, gaan we meedoen. Dat ben u geen last voor deze wereld. We moeten last zijn voor deze wereld. Dat van, we moeten de bouwwerken van de VN vernietigen. Dat is het plan van God in uw leven. Broko de macht die dat we meer zielen kunnen winnen voor God. Want de Bijbel zegt, wie een vriend is van deze wereld, is een vriend van? Is een vijand van, sorry, is een vijand van God. Wie een vriend is van deze wereld, is een vijand van God. En Jezus wil graag dat u in vrede leeft. Jezus die het bewezen, te midden van al die toestanden, had hij in vrede geleefd, lieve mensen. En wij ook, te midden van hoge koers, te midden van al die hoge prijzen, moeten we deze wereld laten zien dat we in vrede leven. Omdat we die man bij je gado, tegen dat we die man bij je gado, moeten we het kunnen bewijzen.
moest maar zorgen aan de rondtakken. Het maakt niet uit. Zo'n situatie die er nog maakt niet uit. Van economie die er nog. We moeten deze wereld gaan bewijzen dat a God of we biggie en hij is nooit veranderd. Wij moeten samen een atmosfeer gaan creëren. Samen een atmosfeer creëren waar de kracht van God. Dat we dat kunnen zien. We moeten samen doen. Een atmosfeer van gebed. Een atmosfeer van strijden. Een atmosfeer van overwinning. Zodat we op een andere level mogen leven. Amen. Als we dat samen doen, daarom die marathon gebed. Amen. Waarom zeg ik dat wij allen hier, wij vormen het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus is de gemeente. Amen. Is de gemeente. Maar als zoals de Sandra ik goe links, en trouwens ik goe rechts, de vaar af lichaam voor Christus of vorm. Hoe ga je die eenheid hebben? Dan hoe kunnen we wonderen zien? Hoe willen we de genezing zien? Maar eenheid, het lichaam van Christus is belangrijk. Dus u bent belangrijk. Dus u bent belangrijk. Dus Susanne, u bent belangrijk. Dus Gladys, u bent zeer belangrijk. En iedereen is belangrijk. We hebben je nodig, echt waar. Nog wat denk je van Amy nog belangrijk, Pastor Jonathan en broer Ali alleen is belangrijk. Nee, jullie allemaal. We allemaal in vorm aan het lichaam van Christus. En wat ziek is, moest maar je vertrouwen. Hoe kan vorm aan het lichaam van Christus maken? Ik trouw die wat nodig, moet je anderen kunnen helpen. Maar ik voel God, tjabroeja kom, dat ik mijn breed die moet dat zuster Maria ziek is. Dat klaar, die lichaam van Christus te maken. Vorm. We moeten elkaar gaan helpen. Ik wil weer poes maken, dan tak abrasen, dit, dat, die twee. Dan hoor ik hem. Het gaat niet werken. Dat is een wonder na een keer kiezen. Een wonder. En als we doorbraak willen zien in deze gemeente, dan is er alleen maar één ding dat we moeten doen. De eenheid vormen en samen Jezus volgen. Amen. En sommige christenen, onderschatten God. Geloof je dat? Die man onderschat God ook. Echt waar? Die man onderschat God ook. Laten we lezen Genesis 18, vers 10 tot met 15. Tori voor Abraham en Sarah Jasso. En hij zeide: voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren. En dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. En Sarah luisterde bij de ingang der tent die zich achter hem bevond. Abraham nu en Sarah waren oud en hoogbejaard. Het ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sarah in zichzelf en denkende: zal ik wel lust hebben nadat ik vervallen nadat ik vervallen ben? Hij spreekt wel van deze rivier. Terwijl mijn heer oud is, 13. Toen zeiden de heren tot Abraham: waarom lacht Sarah daar en zegt: zal ik werkelijk baren terwijl ik oud geworden ben? 14. Zo voor de heren iets te wonderlijk zijn. Ja, anders gaat dat hoor. Kijk ja. De bestemde tijd, over een jaar zal ik tot u wederkeren en Sarah zal een zoon hebben. 15. Toen lovende Sarah hem. Kijk ja. Sarah is lady gado. Sarah is lady gado. En ik heb niet gelachen. Want zij was bevreesd. Hoe ga je voor God leven? Want zij was bevreesd. Doch hij zei: nee, je hebt wel gelachen. Tot zover. En hier zien wij. Sarah had God onderschat. Sarah had onderschat gado. Sarah had onderschat gado. Echt waar, Sarah bij onderschat gado. Waarom? Doordat ze hem lachen. Dat het ding is, over een jaar gaat er een kind baren. Wat niet Sarah? Check in. Wat niet Sarah? Sarah heeft dat bij elkaar, maar door. Hij lacht. Sarah heeft onderschat gado. En ik durf bijna te zeggen, dat voel ik me nog wel eens zo. Terwijl dat ook dan naar jou, ik ben de weg.
de waarheid en het leven. Dan gaat u achter de deur en zeggen, ik denk het niet. Simon herkent dat niet. Simon herkent dat niet. Terwijl wij vrienden dat zo, terwijl we vrienden alleen, terwijl het Gods woord is. Dit is mijn job. Dat is ook mijn job, auto. Om je wakker te houden. Uno sribi. If you sribi, you laat je doorbraak. If you sribi, you laat je wonder. Want u moet naar het woord van Leus. Want het woord van God is serieus. If you know on fire, dat je nog sabi dat je kan kunnen gaan met mijn Ali. A word for you. Sai, minder van familie bekrijg. Je gaat naar links, je gaat naar rechts, je gaat naar boven, je gaat naar beneden. Minder bekrijg, next. Kom. Tot mij, ik ga je rust geven. Nee, ik ga je rust geven. Ik ga niet je rust geven. Amen, oké, dat ben ik ontdekt. Sarah, bij ons gaat Gado. Door een Gado tak naar één. Ik ga over een jaar, ga ik een kind geven. Ik ga een kind baren. Ah, mag ik? I love you. Nee, kijk hoe oud ik ben. Look hoe hij gesteld heeft. No, maar dit kan niet. Dat kan niet. Hij onderschat Gado. Toen dat Gado met een taboe naar de hemel. Dat je onderschat Gado. En wie lo onderschat God dat hij die wonder niet kan doen? Hoe lo onderschat Gado maar die wonder? Ja, Gado kan die wonder. Ini moest gue lafu. Nung gue pakai adore bar. Dia kan denken di de Tuhan belakang. De gemeente is die krachten. No. God bewegt hier. Nu bedoel ik Sarah. Je moet zeggen amen. Als het om Gods woord gaat, je moet gewoon zeggen amen. Het zal geschieden. Maar Sarah bij lafu. Sarah bij de kassang lekwa kik. Sarah bij tak noma. Look at me. Bijna 120 minuten van die jaren. Look at me. Heer krepi krepi. Asal is nog kan. Asal is nog kan. Maar Gado is sorry. Tak agado zou je didi. Nou om bigi Gado. Agado zou je bigi. Never render. Agado zou je bigi. Bigi. Kan doe ze niet bij aan de mogelijk naar zomaar aan. En Sarah heeft het zo'n gehad. Amen. Sarah heeft het zo'n gehad. Nou, Sarah heeft haar natuurlijke ogen gebruikt. Hij gebruikt haar natuurlijke ogen. Natuurlijke zintuigen. Hij heeft zichzelf bekeken. Nou, dit kan niet zo'n linker. Nee toch. Het is best niet mogelijk. Aan de mogelijk. We willen soms wat vergelijken. Toch? Met de mens. Want wat is het? Wat was het? Maar wat willen we vergelijken? Gado naar Alibi Suman, dat nog kan. We willen God vergelijken met de mens. De mens kan niets doen. Is God alleen. En nog mooier. Toen Gado takkie maar Sarah. Je hebt gelachen. En Sarah denkt, nee, ik heb niet gelachen. Hoe kan je in iemands naam liggen voor God? Hij doet voor haar hart. Hij ziet alles. En die alleen Gado liever in leeg dan je leeg Gado. Kan ik kan kiezen met mij, kies Gado. Amen. En dit Gado, het doet naar Sarah, dat is God niet veranderd. Ik kan niet met jullie vragen. Zuster Gladys, je gaat ooit jouw kind veranderen. Amen. Dat is God. Maar ik kan het doen. Hij kan doen zoals Jezus aan God is in staat. Hij heeft wonderen gedaan. Hij kan een wonder voor je doen. Hij kan een wonder voor je doen. Maar je moet geloven. Je moet niet lachen zoals ze samen hebben lachen. Om ons breeding. Praat Jezus. Breng dat God ook aan de wonderen in jou. Amen. Door een paar maanden gelooft u. Dat wonderen. Dat God wonderen kan doen in je leven. Amen. Amen. Nummer 11, vers 21 tot met 23. Nummer 11, vers 21 tot met 23. Doch Mozes, naar Mozes story, ja. Doch Mozes zeide 600.000 man te voet. Doch Mozes zeide 600.000 man te voet bedraag dit volk. In welks midden ik ben, en gij zegt, vlees zal ik hun geven, en vlees zal ik hun geven, en een volle man zal zij het eten. 22. Kunnen er zoveel schapen en runderen voor hen geslacht worden, dat zij er genoeg aan hebben? Of kunnen alle vissen uit de zee voor hen gevangen worden, dat zij er genoeg aan hebben? De laatste.
De Heere echter zeide tot Mozes, zou de hand des Heeren te kort zijn, nu zult gij zijn of mijn woord aan u geschieden zal of niet. Lieve mensen, Antoni voor Mozes, hij moest de Israëlieten leiden naar het beloofde land. Zo had hij de woestijn en daarbij Mozes moest 600.000 mensen leiden aan Mawang. En hij had wat schapen, waarom in de sama aantal, maar ik wil ook een aantal en de divisie een aantal voor afwezen bij Abita zo niet genoeg zijn om de mensen te voeden. Want er waren veel. Er waren heel veel. En Mozes, bij onderschat Gado. Mozes bij onderschat Gado ook toe van, hey, hoe kan dat kijken naar een aantal mensen, 600.000 mensen, en die komen om in schapen met Abi. Mino mag je dat niet. Het gaat niet genoeg zijn. God zegt hier, zou de hand des Heeren te kort zijn? Zou de hand des Heeren te kort zijn? Mensen, nu onderschat Gado, voor God maakt het niet uit. Of naar 600.000 of naar 1 miljoen suma. Al is er twee schapen. Hij is in staat met die twee schapen. De mensen te voeden. Amen. Hij is niet veranderd. Hij wil het nog steeds doen met u. Als u denkt van hey, nou een lastige visie noemen me naar ijskast. Maar ik moet nog 3 weken leven. Ik moet nog 3 weken leven. Ik heb maar 100 SRD in mijn zak. Ik moet nog 3 weken, ik moet nog melk kopen, ik moet nog brood kopen, ik moet nog rijst kopen, de kinderen moeten gaan kopiëren, de auto moet getankt worden. Ga niet als Sarah doen, ga niet als Mozes doen. Maar tak naar Gado, mi e bribi, sa you walk in taki, dat mi no moes vrede, want you did not mean. You did not mean. God is niet veranderd. Wat hij met Mozes heeft gedaan, wat hij met Sarah gedaan, wil hij het ook met u doen. Amen. We moeten geloven, hij heeft wonderen gedaan, hij doet wonderen nog steeds, en hij doet altijd wonderen doen, maar u moet geloven, als u hier komt, dat de Agado, zou je die niet, dat we Agado gewoon doen. Amen. Amen. Ik wil u bemoedigen, lieve mensen. En ik wil dit ook zeggen, het lichaam van Christus bestaat niet alleen uit 1 persoon. En bestaat uit de gemeente, ik wil bemoedigen, word wakker. Dus het Consuela, wil ik ook zeggen, word wakker. Dit is de tijd dat God uw geloof nodig heeft om door te breken. Om door te breken, word wakker. De tijd is aangebroken dat God wil hebben dat u tot geloof komt om door te breken. En Jezus zegt in Johannes 14 vers 6... Een hele bekende tekst, een tekst van onze lieve zuster Lucia. Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik had een dag die aan Jude en dan moest doen ik Sarah, dat is door elkaar door. Nee, ik geloof dat niet. Je nou denk je dat hij de weg is. Je moet het begrijpen. Ik weet dat je zo, hij is de weg, de waarheid en het leven. Kan niet zeggen, nou zo'n weg je bedoelt, ja. Amen. Hij is de weg, lieve mensen. Hij is de weg. Maar we moeten de weg kunnen vinden. Maar daarom zijn we hier om u te helpen om de weg te kunnen vinden van Jezus. Waardoor u op een niveau gaat komen. Als u naar de kerk gaat, gaat u met de, hoe moet ik het zeggen, met een andere gedachte komen. Een gedachte dat Gado, dat een biggie Gado. Gado na wat Gado, zij doen wonderen. Gado na wat Gado, zij kan kinkie die bisma. Maar hij is de weg. Hij is de weg. Hij is de weg. En God heeft de mensen geschapen niet om ziek te worden. God heeft dood mensen geschapen om ziek te worden. Na een zondeval in Chaburuya kom. Door een zondeval. Zijn plan is altijd dat u gezond en sterk moet zijn. Heel sterk moet zijn gezond. En zijn plan lieve mensen, zijn plan heeft geen vervaldatum. Vervaldatum nodig. Ik af. Dat is van plan naar broer Roger, er is geen vervaldatum. Het blijft. En God zelf heeft geen vervaldatum. Hij blijft. Goede God. Dat is een vervaldatum en dat is dat ik.
toen die bij jongen, toen die oren, toen die klaar die kabaan. Nee. Er is geen sprake van, hey, old young, dit en dat. Dat is nagado. Weet je? Is niet zeggen van, hey, niet zo dat, hey, die last kracht die pa. Aten 2024, heeft God geen kracht meer om je te genezen. God heeft geen kracht meer om je te bevrijden. Nee, het bestaat niet bij God. God is in staat in alle tijden om een doorbraak te brengen in je leven. Ontvang Gods wonder, lieve mensen. Hij is en nooit zal hij veranderen. En wat God aangaat, moet gezond zijn. Amen? Amen. Als je de Bijbel leest in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, zie je overal genezing. Ook tal van wonderen van God. Blinden zien, doof horen, noem maar op. Als God zegt, ik ben de weg, wil ik u bemoedigen, blijf in zijn weg. Blijf in zijn weg. Hij is de weg. En waarom zeg ik dat? Zij die met dat in een passie voor God, we kunnen soms God missen. Geloof jullie dat? We kunnen soms God missen. Wat bedoel ik met God missen? Soms is uw doorbraak vlak om de bocht. Uw doorbraak, uw genezing is vlak om de bocht. Vlak om de bocht. En dan denk ik, ja, maar ik heb zoveel jaren God gediend. U bent zoveel jaren naar de gemeente gegaan. Maar er is een punt gekomen dat u last brengt. Er is een punt gekomen dat u last is erin. Terwijl het doorbraak wie dit heb ik bak. U bent ontmoedigd geraakt. En u zegt van, heren, ik ben al moe, ik kan niet meer, niet meer stop. Je kan God missen. We kunnen God missen. We kunnen allemaal God missen. We kunnen allemaal God missen. Terwijl u hier bent met Tjana woord van God ook in u. Maar uw gedachte is niet hier. Uw gedachte zit in alle soort omstandigheden. U gaat God missen. U gaat God missen, lieve mensen. U gaat God echt missen. U gaat God echt missen. Het is belangrijk om gefocust te zijn. Anders gaat u God missen. Gefocust te zijn. Voor dikke woord voor God. Dat u gaat helpen. Om verder te gaan. Als u woorden van God wil ontvangen. Moet u niet kijken naar omstandigheden. Maar kijk naar. Kijk naar God. Kijk naar Jezus. Daar moet u gaan. Want Jezus zegt, hij is de weg. Hij is de weg. En kijk daarom naar hem. En ontdek in je eigen leven. Dat God een waarmaker is van zijn woord. Dat God een waarmaker is van zijn woord. Mie en Bribi. Die passen John de Gop. Tegen God ook gebruikt, maar ze doen het alleen. Dan ga je inzien als ouderling. En we gaan dit doen, van dat doen. Geef je maar instructies. En niet en Bribi. Dat God ook je kunnen helpen op steeds. Ik ben niet, ik zeg het ook vaak. Mie on een massa loop takkie. Mie nou een rooster met een tiri. Maar God dat niet. Wat bij de mensen onmogelijk, ze zijn gewoon mogelijk. Amen. Hij is de weg. Ontdek in je eigen leven dat God een waarmaker is van zijn woord. Als je gaat ontdekken dat hij de weg is, gaat u zien dat hij een waarmaker is van zijn woord. U moet gaan ontdekken. Mag ik de handen zien toen u contact bekeerd, u bent tot bekeren gekomen. En u heeft gezien dat God waarmaker is van zijn woord. Mag ik de handen zien? Dat God een waarmaker voor een woord vindt. Want God een takkie. Ik ga u liefde geven, ik ga u vrede geven. Wie heeft dat ervaren? Iedereen heeft dat ervaren toch? Na uw bekering? God is een God van wonder toch? No wonder. No big wonder. Dus de moeder kan ook zeggen, halleluja. Het is een wonder dat God mijn man niet verandert. Amen. God verandert niet, Masra. Je bent een droomje. Dus de man liet, nou winkel, laat me dit dag naar vrouw. Winkel, laat ze zijn man liet. Maar dat dag, no boom. God dat gaat ook doen. Ik wil u gebruiken. Wie wil gebruiken u voor verkondigen evangelie. Ik had 6 jaar lang daarop misdoen om u verkondigen evangelie. Dat ben
Gaat het oké? Ga je brengen naar Bloemenrol om daar ook het evangelie te verkondigen. En hier ben ik. Ik heb 6 jaar daar bediend. Nu ben ik hier bijna 6 jaar lang ook. God is goed. Gaat het boom. Amen. En ik zeg, vele missen Gods doorbraak hoor. Omdat hun focus meer gericht is naar de omstandigheden. Eén, mina trobiere. En waar, mina is pas zeg, je gaat het niet vragen. Mina is pas dat, hé, moet niet nog dit, maar je moet wakker hier, moet niet nog dit, je moet doen die zin, ik maak me niet druk. Want ik sta sterk in Gods belofte. En Gado is zo goed, God bewijst me elke keer weer dat hij een waarmaker is van zijn woord. Elke keer zorgt hij dat die auto olie krijgt. Hij zorgt altijd dat ik brood heb op tafel. Hij zorgt altijd, hij is nooit veranderd. Nooit is hij veranderd. Mijn is bang, zei ik zo. Mijn het doe, zei Gado tegen mij. Mijn moest doen en mijn het Gado een blessing. Het gaat niet om die blessing, maar het gaat om het plan en het doen van God in mijn leven. Wat ik moet gaan ontdekken. Wat het plan is van God in mijn leven en dat ik doe. En ik probeer zoveel als mogelijk de evangelie te verkondigen. Dus sorry, Apassie, dat God de weg is. We moeten de weg kunnen vinden. En hoe kunnen we weg vinden, lieve mensen? Van Ogasabi, dat Gado waarmaker van zijn woord. Ik dat een relatie met God moeten hebben. Een relatie. Een gebed. Je moet je gebed elke keer op een ander niveau brengen. Je moet de Bijbel meer dan ooit gaan lezen. Je moet komen naar de samenkomst. Komen naar de Bijbelstudie. Komen naar de huiskringen. Je moet komen om een relatie. Dan gaat u zien dat God de weg is. U gaat zien dat God de waarmaak is van zijn woord. U gaat kunnen ontdekken. Ik heb het ontdekt. Ik dacht, nou God, me follow you. Me praat het evangelie. Omdat ik weet dat ik een eeuwige leven van u kan krijgen. One day ook kom. Dat niet naar God. Naar Jezus. We prijzen en we loven hem. Geen enkele verdriet meer. Geen enkele toestand om mijn auto weer te tanken. Geen enkele dit, geen enkele dat. Meer dit, dat weer. Sabi, ik ga niet voor het tijdelijke, maar ik ga voor het eeuwige. We moeten allemaal gaan voor het eeuwige. Amen. Dat is nieuw. Hij is niet veranderd. Hij is niet veranderd, lieve mensen. Hij is goed. Hij zegt, ik ben de weg. En waarom zeg hij, ik ben de weg? Moet je door in Oros Paula tadi. Oké. Zuster Lucia, we gaan naar Zuster Lucia gaan, maar naar Zuster Lucia. Het is een beetje besparen. Zuster Lucia heeft ons gezegd, want Gado taki, ik ben de weg, maar Zuster Lucia taki, ik kan de lekkerste pom bakken. Ik kan de lekkerste pom bakken. Toch? En if you taki, tak you na apasi, ik ben de weg, moet je het kunnen bewijzen. En als je solution zegt, ik kan de lekkerste pomp pakken. Zie wat bewezen, we hebben het gegeten en het is lekker. Het is lekker. Te je takken je dan wat motor, te niet zeggen wat je die je, dat je maar lust om op paard, dan ben je motor. Te je kan je zoveel van prieden, kan je gewoon naar visie, maar je kan niet prieden, dan ben je prieden. Maar God zegt, hij is de weg en we hebben allemaal uw hand gestoken en u zegt van, ik heb ervaren dat hij de waarmaker is van zijn woord. En je dacht, je nou een christen, moet je een christen zijn. En je dacht, je nou een volger van God, dan je moet een volger van God. Je dacht, je nou een volger van God, maar je gaat naar Sassassu. Ben je een volger van God, dan ben je geen waarmaker van je woord. Van je woord. God zorgt omdat hij de weg is. Hij is de weg. En hij bewezen dat hij de weg is naar het eeuwige leven. Hij heeft het bewezen. Amen, Galoboom. God is goed. God is goed. God is mijn loopvoorbeelden dan. Er zijn mijn loopvoorbeelden. Je weet dat ik naar mij voor ik heb het al aangehaald. Me love you. En wie weet hij ook toen, me love you. Dan weet ik ook altijd dat ik me love you, maar 3 jaar lang heb ik contact met hem. Dat is ook lobby naar mij. Je weet dat ik me love you, moet ik de persoon zijn, zijn ik taki. Dat me love you. Ik moet de waarmaker zijn van mijn woord. Dat me love you. Me love you. Yeah. En ik heb het bewezen. Heb ik het bewezen? Kom aan de vrienden. Om je nog aan te kassen dat hem door ons zo. Dat me bommeling. Dat me dit. Dat me dit. Dat me dit. Dat is even ervaren.
Ik had dat geen vreemd, ik had ook dat, hé, hey, ik ben waarmaker van mijn woord. En je hebt je takje voor een karrel. Je hebt dat je loopt, je moet maar boren zijn om toe. Maar wat takje heb je? Dat moet je aan pompje. Ziet u? Ik wil u op een ander niveau brengen. Op een ander niveau, dat u gaat denken dat hij de weg is. Als u hier komt, dat een wonder op zijn jaar. Kind op zijn jaar. We gaan het samen moeten doen. Genezing op zijn jaar. Een gemeente is nou een krachtige gemeente. Amen. We gaan het samen moeten doen. Samen moeten doen. Iedereen moest deel. Elke keer moeten we naar een andere level gaan. En Jezus Christus is niet veranderd. Hij geneest mensen. Hij staat ook klaar om u vandaag te genezen. En Jezus zegt hier in Markus 1 tot met... Oh, Markus 1 vers 15. Dan ga ik eindig hoor. Markus 1 en 15 zeggen hier. En hij zei dat de tijd is vervuld. En het koninkrijk God is nabij gekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Amen. Hier zegt Jezus, bekeert u en geloof het evangelie. Hier wil Jezus ons zeggen, geloof het evangelie. Betekent ook, geloof dat je gered kan worden. Geloof dat je genezing kan krijgen. Geloof dat je ook de overwinnaar als overwinnaar kan zijn. Dat is het evangelie. Evangelie is niet anders dan de blijde boodschap die ik u verkondig. De blijde boodschap dat ik u nu zeg van, hij is de weg. Hij is de weg. Dit is belangrijk. Dit is belangrijk. En ik mag je niet zeggen. Dit is heel belangrijk voor de mensen. Dit is belangrijk om op een ander niveau te komen. Er zijn twee methoden hoe God mensen geneest. Er zijn twee methoden hoe God mensen geneest. Dit is belangrijk om op een ander level te komen. God geneest. God kan onmiddellijk mensen genezen. Acuut. God kan mensen genezen door een bepaald proces. Of u krijgt genezing gaandeweg. Op die manier. U moet rekening houden. God kan u meteen genezen, onmiddellijk, acuut. Gaandeweg kan God ook genezen. Oké. Pas u donderde roep op. Mensen met ziekte, met pijn, dit. Komen hier naar voren. Er wordt voor u gebeden. Staat hier, er wordt voor u gebeden. En terwijl hij baat of hij bidt, en nadat hij klaar is, u misschien pijn, uw rug. En aan mijn benen, je nakje links, er is mijn schap pijn dit. Je nakje in zo'n pop, je mama pijn dit, dat doet toch pijn. Hoe kunnen God missen voor die mensen? Kijk hier. Terwijl hij bidt en je zegt van, boy, ik dacht dat het zou gebeuren hoor. Ik dacht dat ik genezing met u zou krijgen hoor. Ik dacht, ik ga naar die plaats. Ik dacht dat... U dacht. U zegt van, het moet gebeuren. Je mist cadeau. Je mist een wonder voor cadeau. Je mist een genezing voor cadeau. Terwijl Pastor Johnny voor u bidt. En u zegt, en de pijn is er nog, moet u lopen. En u zegt, Heer, er is voor mij gebeden. En ik geloof dat door uw striemen mijn genezing geworden. En ik ga naar uw plaats. In geloof gaat u naar huis. Want van de weg kan God u genezen. We kunnen God missen. We kunnen God missen. We moeten naar een ander level gaan. We kunnen God missen. Terwijl er voor u gebeden, gaat u denken naar van, no man, wat kan die kleine jongen dan doen? Ik laat het doorbraak voor u. Als er voor u wordt gebeden, u moet het woord van God proclameren. U moet geloven dat hij de weg is. U moet geloven dat God pas Jonathan gebruikt over u. Want hij geneest die mensen. God gebruikt hem, maar hij geneest. Ik geneest die mensen. Niemand. Nog al iets van je geneest. Nou, Gado, ik doe ik. Want God werkt op zijn tijd. Nou, Gado, ik genees je acuut. Of ik genees je gaandeweg. Dus dit is mijn begging in jou. Je moet proclameren aan woord van God. En zeggen, Heer, ik dank u voor uw genezing. Ik dank u dat ik me doorbrengen heb gehad. Ik dank u. En ik ga zitten en gaandeweg. Zuster,
Sister Gladys kami of Rufo Prato. Amen. Gado bu? Bis unen take bu, gado itang bu. God is good. God is good. Doang mana sir bido? God is good. We moeten leren als mens, toch? We moeten leren als mensen voor u bid. U kunt uw genezing meteen krijgen of gaan de weg voor. Waarom zeg ik dit? Anders is de kans groot dat je gaat twijfelen. Je gaat twijfelen toch? Op het moment dat je naar die plaats gaat van ik dacht dat het ik dacht dat het zou gebeuren, maar het gebeurt niet. U gaat met twijfel lopen en twijfel maakt kapot. Twijfel maakt kapot en brok voor jou. Je gaat also. Gemeente te verborgen is niet krachtig. Ze hebben voor gebieden, nog niks meer. Je wil naar jou tappen, je hebt doorbraak voor jou. Om te zeggen, heren, het gebeurt. Je hebt gezegd, het gebeurt. Het gaat ook niet gebeuren. Je moet zeggen, amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En veel mensen missen God. Ik ga also in mijn... Maar ik wees geen vinger naar niemand hoor. Ik wil u op een andere level brengen. Dat is mijn bedoeling. Mijn loop onu. Ik ben de loop onu. Ik heb een beetje voor mijn zorg. Ja? No man. Is dat om een keer dat meer zorg? Maar ga dat ik niet uw wil. Maar nee wil gaan schieten. Ik ga u brengen naar Tova Brogen. Omdat die Tova Brogen aan mij wil doen. En Tova Brogen dat ik aan mij wil. Tova Brogen dat ik aan jou wil. Dat ik aan jou wil. Gara tak jij moet naar Tova Brogen gaan. Amen. God is goed. Gara boos. Dat is een kort ding. Ik ga zo. Nou, ik dacht. En dat is zelfen voor God rust op jou. En ik voel dat de zelfen van God meer rust. Ik voel het echt. Echt waar. Ik voel het echt. Want. Ang gado sa tawag din ni na ang gado sa mo maling ay sa pagdidiklikan kan ay subotrobar ay is the war market for sa world. Amen. And God will us learn of the volharde in geloof. Amen. God is niet veranderd, lieve mensen. Hij is en blijft een war market van sa world. Amen. Skip it even snel. Even sneller. Ik ga even kijken. Oké. En ik wil even dit snel met u lezen. Johannes 10, vers 10 en 11. Dan wil ik u hiermee zeggen van hij is de waarmaker van zijn woord. Johannes 10, vers 10. Ja. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Zoals Pastor Johannes net zei. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. 11. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven voor zijn schapen. Hij is de God. Ik ben de goede herder. Hebben jullie dat ervaren? Hij is de goede herder. De goede herder zet zijn leven voor de schapen. Ervaren jullie dat? Prijs God. Amen. En... Wat zeg je in Johannes 14 vers 6? Uit het hoofd? Johannes 14 vers 6? Hij is de weg, de waarheid. En het, ervaren jullie dat? Hij is de waarzegger van zijn woord. En Efeze 2 vers 6. Ga ik eindigen. Efeze 2 vers 6. En heeft ons mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven. Halleluja. Hij heeft ons mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven. Hemelsgewest in Christus Jezus. Ach, you know what? Mooi precies naar Jezus Christus. Waar wij blij kunnen zijn. Waar wij kunnen lachen. Waar wij kunnen dansen. Waar wij kunnen prijzen. We gaan dat die drie. Wauw, popo. Amen. Ik zie de teksten. Hoe belangrijk is het? Als je teksten kent. Amen. Mijn benen zijn voor me. Helaas. En laatste. Matthäus 11, vers 28 en 29. Die is nou mooi, man. Matthäus 28. Nee. Oh, sorry. Matthäus 2, Matthäus, ja. Hier zegt hij, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven.
Vele geloven. De met dat jasso. Toch, volgende week moet een ieder komen. Ik ga aan ieder 100 USD geven. 100 US dollar geven. Volgende week. Ik ga bij Upcut op Facebook zetten. Bij Potent aan TikTok. Wat is er meer? Instagram. En Instagram. Bij Potent daarbij. Yoshi. Van Akumite Jasmara. Alla suma okong. De ma okong jasso. De ma okong omdat nie taki. De ma ibribi. Te de konja. Dove ma 100 US dollar. Ma te gado taki. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Zijn niemand God niet serieus? Zijn niemand mij wel serieus als mens? Maar waarom is dat God niet serieus niemand? Te gado taki. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Je ziet maar een handje vol. Omdat de man nee, briebi, ze niet mogen niet schrijven. Sarah, ego, Sarah, zo ja. Hé, lafu. En je denkt dat het serieus dat over een jaar gaat die. Ja, gado, mooi, hè. Gado, mensen die mijn mensen serieus zijn, dat God. Ziet u? De man die gado serieus is, moest dat niet gado serieus is. Abraham, dat weet ik gado serieus is. Als ik zeg van, hé, volgende week 100 US, iedereen gaat mee geloven, komen. Maar je dacht, hé, kom tot mij allen die vermoed en belast zijn, ik zal u rust geven. Dat is niet echt serieus. Terwijl God is, hij is de God van zijn woord. Hij is een waarmaker van zijn woord. Amen. Amen. Hebben jullie ontvangen? Amen. Er is meer, maar helaas. Laat het opstaan.